voorjaar is van start, er komt eindelijk wat kleur in de natuur en wij zorgen in deze 10e Nieuw Binnenvlog van 2024 ook voor heel wat kleur op straat door het compleet maken van ons trio 130i's samen met een super toffe Z4 en de perfecte 335i M-Sport Sedan. Ik laat ze natuurlijk heel graag weer zien. Hier gaan we. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, de afgelopen week maakten we het schier onmogelijke waar door in de categorie trio's ons trio 130i's compleet te maken. Om te beginnen met deze waanzinnig gave facelift in de driedeursuitvoering uitvoering als Limited Edition Sport. Wat BMW inmiddels bijna 20 jaar geleden flikte door in het marktsegment van de Golf een achterwiel aangedreven concurrent met motoren in de lengterichting te presenteren en als 130i met een nieuw prijs van bijna twee keer de prijs van zo'n Golf was natuurlijk al ongehoord. Maar in 2007 deden ze daar gewoon nog klakkeloos een schepje bovenop toen ze de driedeurs variant introduceerden. Een nog onpraktischere en nog duurdere concurrent voor die alledaagse Volkswagen Golf. Nou, en om die introductie extra luister bij te zetten, brachten ze dus deze hele speciale Limited Sport Edition met een aantal hele toffe details. Laat ik je zo meteen graag wat meer voorzien. De totale oplage zou in heel Europa beperkt zijn gebleven tot 4000 stuks. Nou, die zijn natuurlijk inmiddels allemaal al 16, 17 jaar oud en überhaupt met de 3 liter motor verreweg het minste verkocht. Dus je kunt je voorstellen hoe blij ik was toen ik een aantal weken geleden in het zuiden van Beieren in een klein plaatsje aan de Donau bij een WAG service dealer, een voormalig Seat of Skoda dealer denk ik, deze door hun van de tweede Duitse eigenaar ingeruilde 130i met handgeschakelde versnellingsbak kon inkopen. Om vervolgens onder de achterbumper te kijken en daar de enkele jaren geleden door de BMW dealer gemonteerde performance uit laten zien. Dat hele speciale super lange en raamstelloze portier open te trekken. En hier op die speciale startknop met de Limited Edition inscriptie hierbovenop te drukken, wetende dat van de terugreis van ruim 600 kilometer de eerste tientallen kilometers uitsluitend over B-wegen door het Beierse heuvellandschap zouden voeren. Euforisch omschrijft denk ik het beste gevoel wat je dan ervaart achter het stuur van zo'n hele echte, hele authentieke BMW. Maar goed, nog even terug naar de bijzondere details van die Limited Sport Edition. Want daar zijn er wel een aantal van om te beginnen in de vorm van de carrosseriekleur. 416 carbon zwart metallic is natuurlijk een kleur die je typisch kent van de dikke 5-series en X5's uit deze bouwjaren. Maar normaal gesproken in de folder van de 1-serie natuurlijk niet te vinden. Op deze Limited Edition doet hij het supergoed. Xenoverlichting maakt onderdeel van het pakket. Net als die hele bijzondere stijl 416 18-inch lichtmetalen wielen. Als breedzet uitgevoerd natuurlijk geïnspireerd op de WTCC-auto, de 320 SI van destijds, met die hele toffe BMW Motorsport-inscriptie rondom de harten. 225 breed voorop en 245 brede Hankook Ventus, tegenwoordig door BMW als eerste montage geleverd, notabene op de achteras. Nou, die supercoole start-stopknop met inscriptie heb ik je al laten zien. De gesatineerd aluminium boog hier rondom de raamlijst maakt typisch onderdeel uit van de uitvoering op die 3-deurs 1-serie. En ook op deze auto gemonteerd. Achteraf zijn de gesmookte, oftewel performance, achterlichtjes hier met die donkere knipperlichtjes past mooi bij het getinte glas. Nou, en net als je dan denkt dat het echt niet meer beter kan worden, deed zich de gelegenheid voor om nog een 130i aan onze collectie toe te kunnen voegen. Dus ook een auto met een M-Sport pakket in de kleur die voor menigeen de ultieme variant op de E87 voorstelt. Le Mans blauw, natuurlijk alleen maar leverbaar in combinatie met de M-Sport uitvoering. En op deze auto super vriendelijk en ontwapenend, bijna origineel, in combinatie met de 17-inch stijl 207 wielen en het default half leren, oftewel flashpoint interieur destijds als onderdeel van de M-Sport uitvoering. Standaard zo geleverd. Deze auto werd voorzien van een aantal hele toffe extra's, waaronder natuurlijk dat super relevante schuifkanteldak als demonstratiewagen door de Niederlassung in Stuttgart besteld. En zij verkochten hem binnen een jaar met zo'n 10.000 kilometer op de teller aan de eerste particuliere eigenaar. Dat is natuurlijk heel bijzonder bij een dergelijk type auto. Zij reed er in de daaropvolgende jaren maar 4.000 kilometer per jaar mee. En zodoende staat de kilometerteller in het smetteloze interieur van die Le Mans blauwe 130i na al die jaren op nog altijd maar zo'n 86.000 kilometer. Een 130 met een M-pakket en een schuifdak in deze kleur en deze kwaliteit, die is zo langzamerhand toch echt wel heel moeilijk te vinden. En elke keer als we zo'n auto in de collectie krijgen, denk ik, deze moest ik nou misschien toch maar
voor mezelf bewaren. Ja, en ondanks dat super lage jaarlijkse kilometrage koos die mevrouw ervoor de auto voor het onderhoud trouw en punctueel terug te brengen naar de BMW dealer. En dat brengt me eigenlijk bij het volgende punt en dat gaat over onderhoud. Conscientieus en nauwgezet uitgevoerd onderhoud geeft ons een heel goed idee van de mindset, de mentaliteit van de vorige eigenaar. En dat is iets waar bij het inkopen van een auto heel erg en heel graag naar kijken. Zoals bijvoorbeeld ook hier bij deze hele vroege E89 in de super toffe combinatie Havana over Elfenbein. Nou, met een eerste toelating in augustus 2009 zal het je niet verbazen dat we ook hier te maken hebben met een ex-demonstratieauto van een Duitse BMW-dealer die in 2011 in handen overging van een piloot uit Hamburg. Typisch zo iemand waarvan je wel verwacht dat hij ook nauwkeurig omgaat met zijn spulletjes. En een auto waarvan je boven niet verwacht dat hij boven gemiddeld compleet, zoals in dit geval zelfs met de elektrische stoelverstelling, met memory, een zeldzame extra op die vroege E89's. Maar voor de auto waar deze week alles samenkwam, moet ik je nog even mee terugnemen naar onze werkplaats. Want in de showroom hadden we net nog geen ruimte om je de laatste nieuwe binnenkomer van deze week, nummer 4, te kunnen laten zien. De meest zeldzame variant, denk ik, uit de F3X-familie. Juist vanwege zijn wat meer alledaagse karakter is, grappig genoeg, de sedan-variant inmiddels van alle 35 iets, namelijk de meest zeldzame. Deze auto werd door een huisarts uit het noorden van Duitsland nieuw gekocht. En de afgelopen ruim 11 jaar heel zorgvuldig en met heel veel liefde bereden. Inclusief dus dat o zo belangrijke volledige dealeronderhoud. Is de BMW dealer dan de enige die goed op zijn auto kan passen? Nou zeker niet. Maar het zegt ons wel alles over de mindset van die vorige eigenaar. Net als ook hier zijn er overigens kleine andere details. Zoals bijvoorbeeld de door de BMW dealer gemonteerde performance uitlaat. Die laat ik je graag nog even zien. Kijk, zo hoort hij natuurlijk te klinken. Zo'n hele toffe estrielblauwe 335i sedan. Het schuifdakje is present. De mooiste stijl 403 19 inch wielset is geselecteerd. En gelukkig is er ook gedacht aan allerhande andere extra's, zoals de head-up display. En natuurlijk een hi-fi upgrade, zenuwverlichting en navigatie professional. Dit is wel de perfecte 335i sedan. Nou, en daarmee sluit ik deze 10e nieuwe binnenvlog van 2024 af. Zoals je hier om me heen kunt zien, hebben we nog meer dan voldoende moois in voorbereiding. Zoals bijvoorbeeld de enige nog ontbrekende carrosserievariant van de F3X-familie. En een origineel Nederlands geleverde Z4 3 liter. Daar werken we lekker aan voor onze volgende video. Voor nu wens ik je hele fijne paasdagen. Geniet ervan en tot de volgende keer.